Oh, dit is ook leuk. Ik ben wel fan hiervan. Maar ja, dat is Jurassic World. Nou, weet je wat? Ik doe gewoon wat ik mooi vind. Laten we dan dit doen. Dus dan hebben we een beetje het original. En dan hebben we dit als voorkant. Dat is ook wel tof. Kunnen dit doen? Nou, ik ga toch liever voor gewoon het midden. Hey yes! Welkom allemaal weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Welkom terug bij Jurassic World Evolution 2. We gaan vandaag beginnen met een sandbox mode. We gaan oftewel opnieuw beginnen. En ik ga spelen met alles unlocked. Ik ga alles unlocken. Ik wil gewoon kunnen bouwen wat ik in mijn hoofd heb. Zonder dat ik me druk hoef te maken om geld en andere zaken. Dit spel is gewoon zo verschrikkelijk leuk. En ik denk dat het nog 10 keer leuker is als, als je zeg maar gewoon alles kunt doen wat je in je hoofd hebt zitten. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben of krijgen. En dan gaan we lekker beginnen. We gaan weer klikken op sandbox mode. En dan ga ik voor een square level. Want ik wil het gewoon helemaal vlak hebben. Ik wil lekker zelf alles kunnen doen en maken. Dan gaan we naar de basic settings. En dan gaan we invoeren wat voor biome we willen. Nou, ik had eigenlijk al een beetje gekeken. En ik denk dat ik voor deze ga. De tropical. Want ik wil wel weer gewoon met palmboompjes en zo. En niet meer met de herfstbomen. Want het is niet lelijk of zo. Maar ik heb toch liever gewoon tropische bomen. Zoals het ook hoort met dinosauriërs. Dus ik wil denk ik gewoon liever dat. Dan gaan we dus de creatieve mode spelen. Dus dan is alles unlocked. En dan hebben we eigenlijk nergens last van. Alle gebouwen gaan we unlocken. Jurassic World staff en guest. Dat is prima, want ik wil wel dat mijn personeel rondloopt. Want ik wil het wel een beetje realistisch maken. In de zin van dat ons personeel gewoon rondloopt. En dan gaan we door naar de dinosaurier tab. En dan hebben we even kijken. No egg failures. On. Prima. Dinosaur disease level. No disease. Geen ziekte. Zullen we dat doen? Prima. Laat maar gewoon. Dinosaur injuries. Of lifespan. Unlimited. Prima. Laat het maar gewoon zo. Dat is goed. Dinosaur status checks. Laat maar uit, inderdaad. Unlock of unlimited feeder reserves. On danger to guests. Of comfort van de... Dit is misschien wel leuk om te doen. Dit zet ik aan, want dat zorgt eigenlijk voor dat we toch een beetje moeten denken aan de dinosaurussen. Als we ze in een hok gaan stoppen, dan moeten ze toch het naar hun zin hebben. Dus dat wil ik wel aan hebben. Dan moeten we daar toch een beetje op letten. Dinosaur comment frequency, none. Doe maar gewoon normal. Dat ze toch een beetje met elkaar kunnen vechten. Dat we toch een beetje een soort van natuurlijk gedrag gaan zien. Maar ze kunnen dan niet ziek worden of gewond raken. Dat is wel een beetje raar dan, hè? Nou ja, op zich is dat niet heel erg. Laat het maar gewoon zo. Is prima. Herbivores. Je kunt zoveel verschillende opties doen, jongens. Unlimited traits. Disabled. Dinosaur. Cohabitate normal. Oké, prima. Gameplay. Contracts of research of, want ik wil gewoon mijn ding kunnen doen. Task time, bla bla, prima. Park, unlimited power, on, invisible vehicles, nee. Oh, wat veel jongens. Guest count target, normal, prima. Environment, weather level, no weather, kalm. Infrequent storms, default level settings. No weather. What the fuck houdt dat in? Calm. Time of day. Day-night cycle, prima. Day-night cycle duration, 20 minuutjes. Doe maar 20. Ja, doe dat maar. Trouwens, ik zet het op dag. Want sommige mensen vonden het niet zo fijn om te kijken als het ook avond was. Decoratie foliage, all biomes, prima. En hebben we color grading Jurassic World. Maar we kunnen ook voor... Nou, weet je wat? Laat het maar gewoon zo. Jongens, daar gaan we. We gaan gewoon lekker beginnen. Oh god. Oké, prima. Er is geen weg meer terug, mensen. Er is geen weg meer terug. We gaan beginnen. Ik heb hier zoveel zin in. Ik heb er zoveel zin in. Het is zo'n leuk spel. Daar zijn we. Isla Nublar. Of zoiets. Here we go. En nu gaat mijn hoofd echt een overtoren. Want altijd als ik dit zie, dan denk ik van... Waar moet ik gaan beginnen? Waar begint het allemaal? Daar zijn we. Ons park is gesloten. En dat gaat nog wel even zo blijven, ben ik bang. Even kijken. Waar is...
Waar is de streep? Waar moeten we gaan beginnen met het park? We gaan dus beginnen met ons arrival point. Dat is het begin van ons park, de ingang van het park. En dan hebben we weer deze leuke thema's. En wat ga ik dan gebruiken? Ik wil toch wel deze weer, gewoon de klassieke. Maar we kunnen ook voor deze gaan. Zullen we het anders een keertje anders doen? Zullen we voor deze gaan? Gewoon de Jurassic World team. Control set. Oh, daar hebben we er maar eentje van, arrival point. Oh, deze ook. Ja, ik vind deze nog steeds leuker. Dus ik ga toch voor deze dan. Ja, dan gaan we even kijken waar het begin van ons park is. Dus dat is hier. Dat is de streep. En is het niet leuk om ons park hier zo te gaan beginnen? Zeg maar tussen deze bomen in. Ik denk dat dat wel tof is. Dus dat gaan we ook doen. En dan ga ik hem draaien. Toggle enkel snap. Juist. Kijk, dan kunnen we mooi dit doen. En dan denk ik, Wacht. Dit is de voorkant. Dit is de achterkant. Oké, zo moet het. Dus hier zo, dames en heren, komen we in ons park. Hier staat onze helikopter. Ik ben trouwens benieuwd of wij ook stormen krijgen. Heb ik dat? Nou, dat zal me niet verbazen als we toch stormen gaan krijgen. Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is, ja, we hebben alles unlocked. Oh, dit is zo leuk. Weet je hoe lang ik dit al wou? Dit wou ik al heel lang doen, hoor. Ik vind het zo leuk. Oké, dan gaan we nu officieel beginnen met het pad. Want ik wil heel erg graag een soort van plaza bouwen. En dan heb ik een soort van weg ingedacht. Een beetje hetzelfde als wat je hebt in Disneyland Parijs. Weet je, als je binnenkomt in het park, dan heb je die hele grote straat. En dan kun je, zeg maar, krijg je aftakkingen naar andere gedeeltes van het park. En dat wil ik eigenlijk hier ook een beetje gaan creëren. Alleen ik weet niet of dat goed gaat lukken. Wat gaan we als pad gebruiken überhaupt? Classic Luxury Path. Staat dat mooi? Ik denk dat ik wat lichter wil. Ja, ik denk dat ik dit wel wil. Dus dit gaat, wacht eventjes, hé. Dat verandert gewoon van kleur. Wat gaan we nou beleven dan? Even kijken. Nou, dan ga ik toch voor deze. Juist, dan wil ik dit hebben. Wacht even, ik heb weer wat anders in mijn hoofd, jongens. Ik heb weer wat anders in mijn hoofd. Ja, dat gaat zo. Ja, ik ga nu de tijd nemen, jongens. Ik ga nu de tijd nemen. Ga eventjes laten weten in de reacties of het leuk is om te kijken. Ik ga hier zo een rondje maken. Althans, ik ga mijn best doen om een rondje te maken. Even kijken, dit is hem. Ja. En dan moet ik hier natuurlijk ook. Nou, ik weet niet of dit nou wel goed komt, maar Oké, dat ziet er behoorlijk rond uit. Ik weet niet of het helemaal is dat perfect? Volgens mij niet helemaal, maar ik ben er wel tevreden mee. Wat is trouwens hier het probleem? No path to other buildings. Ja, dat komt nog. Dat komt nog. Geduld. Geduld is een schone zaak. Oké, dan gaan we dus dit. Wil ik, zeg maar, helemaal dat pad hebben? Ik wil dat helemaal. Kan dat überhaupt? Even kijken. Even kijken of dat kan. Nou, ik weet niet of dit werkt, maar nou ja, het gaat wel een soort van, maar ik weet niet of ik dit daar wel helemaal goed doe. Het gaat ook niet helemaal lekker, hè, dit. Kijk, het lukt wel, maar ik weet trouwens niet hoe die mensen dan straks gaan lopen. Nou, ik doe mijn best. Waarom wil dit nou niet netjes dan? Hé, wat is dat nou voor vervelend gedoe? Dat spel begrijpt mij niet. Wat ik ook niet snap is van, als ze dan straks in het park, weet je, dit voelt gewoon niet goed. Dit voelt niet goed. Kijk, want nu krijgen we al deze stukken. Hoe kan ik nou meer doen dan?
Kan ik niet alles in één keer wegdoen? Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon alles weg. De malus. Juist. Weg met al die troep. We gaan het eventjes even overnieuw doen. Even kijken. Ik pak dat brede. Juist. Ik pak die brede hier. Ja. Gaat deze, die gaat weg. Prima. Dan gaat hier zo dat pad rond. Dus ik maak hem veel kleiner. Oké, dat ziet er al een heel stuk beter uit. Dat ziet er al een heel stuk beter uit. Dan krijgen we dat middelste. Kijk, dit wil ik dan... Dat zou ook kunnen, dit. Dat zou kunnen. Ik zit even te denken wat ik wil, want ik wil natuurlijk ook plantjes en weet ik het allemaal. Dus ik zit even te kijken van wat we kunnen doen. Want ik weet zeker dat ik iemand dit heb zien doen. Kijk, dan krijg je dit. Kijk, zie je dat? Dan krijg je weer dat. Als ik nou... Nee, dat wil ik niet. Ik had ook iemand op YouTube gezien. En die zei ook van ja, dat path system, dat is ook niet het makkelijkste, maar het zou wel moeten kunnen. Dus ja, dit stuk. Kijk jongens, we zijn er bijna. Oh mijn god, kom op. Waarom gaat het nou allemaal zo moeilijk, joh? Oké, heb ik hem? Jongens, ik heb het. Ik heb het voor elkaar. Oké, mooi. Kunnen we niet door? Nee, we kunnen niet door. Wat zit nou hier dan? Juist. Oké, dan krijgen we hier zo dat stuk. Ja. Dan krijgen we deze. Ja, en dan krijgen we... Hier zo begint onze main street. En dan wil ik eigenlijk een ander stuk path hebben. Dus ik ga dat ook doen. En dan moet ik even kijken welke dat dan is. Of welke dat wordt. Ja, dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Want... Ja, zoiets, ja. En dan krijgen we aan deze kant krijgen we hetzelfde verhaal. Nou ja, waarom gaat dat nu niet hetzelfde als die andere kant? Ja. En dan gaat dit. Doen we dan zo. Dit had ik al zo lang in mijn hoofd om te doen. En nu kan ik het eindelijk gaan uitvoeren. Dus dit moet gewoon goed gaan. Dit moet goed gaan. Ik weet niet of ik het per se op de goede manier doe. Maar mensen, geloof me, ik doe mijn best. Ik hoop zo dat dit goed gaat. Welke had ik? Deze. Oh, dat gaat niet goed. Zie je dat? Dat pad. Oh, waarom gaat dat nou zo? Oh, gelukkig. Oké, dat gaat ook niet helemaal lekker. Ja, dan krijgen we dit. Ja, en dan... Oh, wat is dit? Nou ja, weet je wat je ook kunt doen? Hier zo wat bomen plaatsen, want dat ga ik ook nog doen. Juist, dan hebben we dit. En dan krijgen we hier zo krijgen we onze eerste winkels. Dat wil ik. Dat ga ik ook nu alvast gewoon doen. Dus we gaan naar attracties of we gaan naar... Guests. En dan hebben we... Large Hotel. Nou, dat wil ik niet. Ik wil een... Large Amenity. Dus hier komt onze grote... eerste winkel. Die komt dan hier. Even kijken. Ga ik dat zo doen? Of plaats ik hem hier? Ik denk dat ik hem hier ga plaatsen. Juist. Oké.
Zitten we dan aan... Ja, we zitten op het pad. We zitten eraan vast. Nou, ik ga er nog helemaal niks mee doen. Trouwens, dat park... Park closed, juist. Niet dat er mensen naar binnen komen, want er is helemaal niks. Er is hier niks te vinden en er is hier ook helemaal niks te doen. Jeetje, jongens, wat een werk is dit. Wat ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar het wordt... Wat ik al zei, ik ga de werk in stoppen. Ik ga de tijd in stoppen. Wat ik hier zou willen, dat is water. Ik wil hier water hebben. Het komt ineens in me op. Even kijken. Paths, nee, dat wil ik niet. Ik wil... Wat ben ik nou aan het doen? Waar staat dat? Decoraties? Nee. Environment, juist, hier zo. En dan gaan we naar beneden. En dan moet ik even goed kijken. Want ik wil ook die tip meenemen wat iemand tegen mij had gezegd. Van Valentino, je hoeft niet bij elke enclosure voor een dino zeg maar een hatchery neer te zetten. Je hebt er maar één nodig. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen is een soort van backstage area maken. Dus dan gaan we ergens heen waar de bezoekers niet heen kunnen. Wat ze ook niet kunnen zien. Dat gaan we helemaal vol stoppen met bomen en zo. En dan maak ik daar een heel erg klein hok. Dan zet ik een hatchery aan vast, zodat we gewoon daar zo al onze dino's kunnen creëren. En ze dan vervolgens via daar in onze hokken gaan stoppen. Dus dat we geen hatcheries nodig hebben. Nou ja, eentje dan. Ik denk dat dat wel een heel goed idee is. Dus dat ga ik sowieso doen. En dan ga ik nu verder met het water. En dat water... Dat komt hier. Dan moeten die bomen, die moeten weg. Want anders dan... Juist, zoiets. En dan krijgen we wat. Dat is ook prima. Even kijken, place water. Oh nee, dat meen je niet. Heb ik dat ook verkeerd gedaan weer? Oh ja, natuurlijk, je kunt gelijk water. Ik dacht van... Ach, dat komt ook omdat ik Rollercoaster Tycoon 3 speelde. Dan moet je eerst naar beneden en dan moet je dat weghalen. Dan plop, dan zet je er water in. Maar dat is met dit natuurlijk helemaal niet waar. Dat hoeft helemaal niet. Oh ja. Flattened terrain. Nou. Waarom kan dat niet? Radius. Oh ja, natuurlijk. Dan moet dit weg. Ja. Yo, ik moet het hele spel weer leren kennen. Joh. Wat gebeurt hier allemaal? Dan gaat dit weer omhoog. Oh, kijk. Het water moest even weg. Ja, dan gaan we dit gaan we weghalen. Demolish. Gaat dit gaat allemaal weg hier. Ja, dankjewel. Dit gaat weg. En dan gaan we het gewoon weer opnieuw doen. Dan gaan we weer naar beneden hier. Nee, dat doen we niet. We gaan gelijk water doen. Dus dat water... Dat komt dan. Even kijken. Oh, we krijgen wel degelijk regen, jongens. Wij krijgen wel degelijk regen. Hier krijgen we trouwens ook water. Ja. Ik vind het trouwens niet zo erg dat die boompjes daarin zitten. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Best wel realistisch. Laat het maar gewoon zo. Prima. En dan ga ik dat hier even afmaken met forest... Hier zo komt zeg maar wat, ja, er komen wat bomen. En dat doe ik aan die andere kant. Maak ik dat ook. Juist. Want wat ik namelijk wil gaan doen, dat zie ik nu alweer. Dat is een pad maken. En dat pad, dat komt dan. En ik hoop dat dat lukt. Een facility path is dat. Die komt dan... wacht eventjes. Hier hebben we natuurlijk dat plaza. Ja, ga ik dat doen of niet? Ja, ik denk het wel. Want anders moet ik het via hier doen. En dat wil ik niet. Kan ik trouwens hier overheen? Volgens mij kan dat. Je kunt geen bruggen bouwen. Nee, dat kan niet. Oké, dan gaan we dat, dan doen we het anders. Dan bouw ik hier zo. En dan wil ik eigenlijk...
Juist, een soort van curved. En die komt dan... Of die gaat dan hier naartoe. Your park is closed. You will need to open the park... Spel, ik ben nog lang niet klaar. Juist, oké, dan hebben we dat alvast klaar. Want hier zo gaan we onze backstage area creëren. Dit stukje hier. Dat wil ik. Dus daar zo komt onze hatchery, dan weet ik dat alvast. Oké, dan hebben we dat gedaan. Is het niet leuk om hier zo eventjes wat neer te zetten alvast? Als een soort van eyecatcher. Decoraties. Even kijken. Wat hebben wij allemaal? Wat kunnen we allemaal plaatsen? Ja, we hebben alles unlocked, dus... Ik wil wel eigenlijk een fontein hebben daar in het midden. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Maar ja, waar stond dat ding dan? Oh, we krijgen muziek. Ik denk al, hebben we geen muziek meer. Juist, kijk. Dit wil ik. Dit is een wat kleinere variant, geloof ik. Laat me maar wat groters doen. Gaan we even uitzoomen. En dan pak ik hem... Daar. Juist. Dat wil ik. En dan krijgen we aan de zijkanten krijgen we natuurlijk de bankjes. Want dat is heel belangrijk. Mensen moeten kunnen zitten. Alleen dan moet ik even kijken waar dat ook alweer stond. Ja, dat stond wel hier volgens mij. Juist, deze bijvoorbeeld. Jurassic Park. Kijk, nu krijgen we een mooie ingang van ons park, jongens. Dit wordt heel mooi, denk ik. Waarom is dit niet recht? Dat is niet recht. Oké, laten we het dan eventjes zelf doen. Dus hier zo komen de mensen zo meteen binnen in ons park. Ja, zoiets. Ik probeer het recht te... Het lukt gewoon niet, joh. Sorry jongens, het is echt weer in mijn hoofd, hè? Moet recht. Kijk, het is geweldig. Ja, dit is mooi. Dan komen ze binnen. En dan krijgen ze hier meteen een mooie fontein. Water aan de zijkant. En dan ga ik nu beginnen met de bankjes. Ik doe wel alles door elkaar, hè? Maar ja, dat is mijn hoofd. Het gaat op volle toeren, kan ik je vertellen. Decoraties. Dan gaan we naar beneden. En dan krijgen we het bankje. En dat bankje. Dat komt dan hier. Dan ga ik eventjes mijn... Ja, nu gaan we echt in de details, jongens. Nu gaan we in de details. Hier zo nog een bankje. Kijk, daar hebben we wat bankjes staan. En dan krijgen we dat hier niet. Dat ga ik niet doen. Krijgen we aan de andere kant krijgen we ook wat bankjes. Even kijken, eventjes. Oh, wat is het wennen, jongens. Die toetsen, jeetje. Ja, krijgen we hier zo'n bankje. Ik zit me trouwens af te vragen, hebben wij ook... lampjes? Kijk nou hoe dit wordt, jongens. Waar zijn de lampen? Waar zijn onze lampen? We hebben wel deze lampen. Die zijn... Nou, die passen hier niet. Dat vind ik niks. Dus dat ga ik niet doen. Ik zit te zoeken naar de lampen. Lampjes, ergens. Lantaarnpalen. Kleinere lampjes. Is ook helemaal prima. Ergens. Hallo? Zouden we dat toch wel moeten hebben? Oh, wacht. Ik zie ze volgens mij. Oké, we hebben deze variant. En we hebben deze variant. Ga ik voor de wat grotere of voor de kleine? Ik denk dat ik hier zo... Voor de wat kleine... Nou ja, weet je, we kunnen ook gewoon zeggen van... Joh, ik... Ik pak deze lampen. Yo, ik weet niet eens of ik deze aflevering aankom op onze eerste dino. Ik denk het niet. Want ik ga zo in de details nu. Ik heb daar helemaal geen tijd voor. Deze die komt hier.
Kijk, nu is het op zich wel jammer dat ik dat heb uitgezet. Want nu plaats ik die lampjes wel, maar... Ik heb ingesteld dat ik geen avond wil. Dus, ja. Wat is dit trouwens dan? Oh, dit is ook leuk. Uh-oh, vind ik deze leuker? Ik denk het wel. Nee, dat wil ik niet. Ik wil gewoon één dingetje verwijderen. Ja. Dan gaan we weer terug naar decoraties. En dan pak ik deze. Ik vind dat toch wat leuker staan. Even weer kijken wat het midden is, ongeveer. Even kijken. Ja, dit is ook prima. Dit is helemaal prima. Oké, dan hebben we deze stukjes, die zijn nog een beetje kalig. Maar dat gaan we natuurlijk wel oplossen met wat bebossing. Dat komt helemaal goed. Dan gaan we eventjes kijken naar wat meer dingen. Niet hier. Maar hier. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? We hebben dus die bankjes geplaatst. Dan wil ik ook nog wat prullenbakken hebben natuurlijk. Hoeft niet overal. Gewoon bij sommige stukken. Zetten we daar bijvoorbeeld ook neer. Daar zet ik er eentje neer. Dat is volgens mij wel voldoende. Ik hoop zo dat de mensen hier gewoon overal kunnen lopen. Niet dat het er heel raar uitziet. Omdat we natuurlijk best wel hebben moeten kloten met het park. Of met het pad, zeg maar. Dus ik hoop dat dat goed komt. Ik zit te denken, kunnen we nog meer doen hier? Ja, natuurlijk. Wacht eventjes. We hebben deze ronde, maar we hebben bijvoorbeeld ook deze. We kunnen bijvoorbeeld ook nog... Ik weet het niet. Staat dat leuk of niet? Er mist iets. Hebben jullie dat ook of ben ik de enige die dat heeft? Modern lights. Oh, we hebben ook moderne lichten. We hebben ook nog pols. Fountains. We hebben dit soort zaken. Weet je wat? Laten we het even gaan afmaken met wat bomen. Gaan we even wat kleiners doen, want er is al heel veel. Kijk, gaan we dat helemaal aankleden. Want wat is nou weer een dino-park zonder bebossing? Zoiets. Mag trouwens ook al hier zo langs de rand een beetje. Dan maken we het water ook wat... wat interessanter om naar te kijken. En trouwens, ik zag ook nog wat anders. Deze. We hebben ook nog rocks. En die kunnen we natuurlijk ook mooi gebruiken. Voor bij het water. Alleen dit is niet de goede kleur. Dit is voor de woestijn. En wij hebben dus tropical. Dus laten we dan ook deze gebruiken hier. Toggle access. Space. Ja, en dan? Oké, weet je wat? Het is prima zo. Kijk, dan krijgen we van dit soort zaken. Dat is wel leuk. Het hoeft niet veel te zijn, maar... Het wordt er wel een heel stuk interessanter door. Juist, dan krijgen we hier ook nog een steen. Hier zo wat stenen. Ik wil daar best wel een grote steen. En zoiets. Kijk, dit ziet er al veel leuker uit. Hier zo wat stenen. Ja, hier nog wat. Zoiets. En dan ga ik dat een beetje afmaken met die hoge bomen. Met deze. Oh, dan vervangt hij het. Oké, nou goed. Dat is op zich prima. Ja, prima. Dat krijgen we dan hier zo aan de rand. Krijgen we ook wat... wat van die boompjes. Kijk, en dan krijgen we deze ingang. Ik vind dit zo leuk, jongens. Ik ben hier nu al helemaal blij mee. Ik vind het geweldig. Dan ga ik hier zo weg. En ga ik dit dan kleuren, zit ik ineens te denken.
Nou ja, we kunnen kijken of dat überhaupt... We hebben wat steen, we hebben wat aarde. Op zich is dat niet heel gek om te doen. Het is wel realistisch, want we hebben hier natuurlijk gebouwd. Hè? We hebben gebouwd, dus laten we een beetje doen alsof dat ook daadwerkelijk net gebeurd is. Your park is closed. Ja, dat weet ik. Dat is ook precies de bedoeling. En ook hier zo gaan we dat verven, een stukje. Kijk, dan krijg je echt zo'n pad. Weet je wel, er is hier gewoon wat gebouwd. Het is niet dat het uit het gras herrezen is. Nee, we hebben dat echt gebouwd. Nou, dan krijgen we dit hier. Dan zit ik alleen maar te kijken van wat ga ik nou hier doen? Wat ga ik hier precies doen? Wat ik sowieso ga doen is wat bomen plaatsen hier nog. Ik wil hier zo ook nog wat hoge bomen. Dat doet hij niet. Dat wil hij niet. Dan gaan we hier zo even kijken voor wat... decoratie, want dat is wel leuk natuurlijk. En ik zag dat we ook nog wat meer of wat andere zitgelegenheden hebben. Zoals dit hier. Of dit. Dat is natuurlijk ook heel leuk. En dat kunnen we mooi hier plaatsen. We kunnen ook werken met dit. Kijk, dit is ook geweldig hè, om dat hier dan te plaatsen zo. Het is wel leuk hoor, dit. Zoals deze, dat kan ook. Oh, zoveel keus. Laten we nog gaan voor... Laten we eerst die, deze neerzetten. Laten we eerst een soort van... Ja, een soort van plaza bouwen. Dus laten we gewoon... Oh, laat het nou gewoon... Waarom pakt hij dat niet gewoon zoals ik het heb gedaan? Waar is de grid als je hem nodig hebt? Dat is wel zo met deze game. Dit is echt... Zie je dat? Dan staat hij weer schuin. Wacht, ik doe het zo. Waarom hoor ik trouwens mensen? Dat is apart, dat hij dat... Juist, zoiets. En dan krijgen we dat ook aan de andere kant. En dat is dan... Nou, het hoeft allemaal niet precies, maar... Ik doe mijn best hoor, om het een beetje... hetzelfde te maken. Ik weet trouwens niet of de mensen hier ook gaan zitten, maar kijk nou. Dit is leuk. Het ziet er hartstikke mooi uit. Oké, het midden, daar ga ik natuurlijk geen dino-ding neerzetten. Dat slaat nergens op. Dus ik ga dan... Ja, we zouden kunnen gaan voor dit. Dat kan wel. Dan krijgen we het zo. Ja, dat is op zich is dat wel leuk. Hebben we trouwens ook nog wat, wat we neer kunnen zetten qua planten? Echt van die potten of zo. Ja, dat kan wel. Oh, dat is leuk. Ja, dat is tof dit. Dat is leuk. Oké, dan doe ik even kijken. Even kijken hoor. Even kijken wat... wat is dit? Laten we dan gaan voor zoiets. Juist. En dan doe ik aan de andere kant, doe ik dan wat anders. Oh, dit is een houten variant. Oh, oké. Doe dan maar deze gewoon. Kijk, dan hebben we dit. Nou, ik blijf het zeggen, maar ik vind dit wel erg goed gelukt hoor. Ik vind dit erg goed gelukt. Gaan we dan hier zo, op dat pad, gaan we daar dan bankjes plaatsen of niet? Ik weet het niet. Dat voelt niet goed. Op de een of andere manier. Ik weet het niet. Ik heb niet het gevoel van zet hier bankjes neer.
Hè, want de mensen die komen hier, die lopen dan dit pad en dan kunnen ze hier al zitten. Ik weet niet of ze dat ook daadwerkelijk doen. Volgens mij niet, maar... Ik vind het een beetje raar om dan die bankjes ook hier neer te zetten. Wat ik wel wil, dat zijn die lampen weer. Dus ik wil die lampjes graag weer hebben. Dat waren deze. En dan moeten we ook weer kijken of we dat dan recht kunnen doen. Nou, weet je wat? Dan doe ik het gewoon... Ongelooflijk. Hij gaat gewoon vanzelf schuin. Zie je dat? Oké, waarom onthoudt hij niet gewoon hoe je dat hebt geplaatst? Dat is raar. Ja goed, weet je, het hoeft allemaal niet perfect te zijn, maar... Het is natuurlijk wel leuk, hè, als het er een beetje... Kijk, kom hier ze doorheen, lampjes, gezellig, kunnen lekker naar de winkel toe. Ja, dus dan hebben we onze eerste winkel. Dan kunnen we misschien wel gelijk gaan indelen wat dat dan gaat worden. Dat is ook wel leuk om eventjes te gaan doen. Authentic sushi. Nou, dat wil ik niet. Nou, ik wil geen sushi als begin. Ik wil even kijken. Authentic, hoe verander je dat ook alweer? Building style. Nee, dat wil ik niet. Ik wil... Configure. Oh ja, dat moest helemaal hier onderin. Heel apart, zit helemaal verstopt, joh. Dan gaan we hier wat te drinken doen. Gewoon lekker simpel, gewoon lekker wat te drinken gaan we doen. Change to drink. Dat hebben we gedaan. En dan gaan we dat eventjes allemaal veranderen. Jurassic Park. Ja, dat is deze. Jurassic World, Jurassic World, Jurassic Park. Laten we dan dat doen. Dan hebben we het dak in hout of concrete. Ja, doe maar deze dan. Krijgen we de voorkant van het winkeltje. Oh, dit is ook leuk. Ik ben wel fan hiervan. Maar ja, dat is Jurassic World. Nou, weet je wat? Ik doe gewoon wat ik mooi vind. Laten we dan dit doen. Dus dan hebben we een beetje het original. En dan hebben we dit als voorkant. Dat is ook wel tof. Kunnen dit doen? Nou, ik ga toch liever voor gewoon het midden. Dan hebben we dit als bovenkant. Deze, deze. Dit vind ik wel heel leuk met het hout. Dus laten we dat doen. En dan kunnen we dit veranderen. Ik denk dat ik dan voor dit ga. Want dit past natuurlijk ook wel een beetje bij wat we nu hebben. En dan kunnen we ook het logo veranderen. Nou, we hebben natuurlijk wat te drinken, dus... We hebben wel een hoop. Oh my god, we hebben heel veel. Laten we dan gewoon gaan voor wat koffie of zo. Ja, en dan kunnen we ook nog de kleur gaan doen. Maar ik denk dat ik dit wel prima vind voor nu. Maar de lampjes, dat kun je ook doen. En dat is wel heel erg leuk. Alleen je ziet er niks van. Ja, dat kunnen we dus totaal niet zien. Nou, misschien later, maar ik zet hem op rood. Want dat is volgens mij sowieso wel leuk. Apply. Ja. En dan gaan we terug. En dan gaan we naar configure. En dan gaan we dus naar dit hier. Dan gaan we even letten op dit hier. Profits. Belangrijk. Nou ja... Eigenlijk niet, maar laten we het toch maar doen. Dus dan krijgen we aquarium. Bench seating. Ja, we kunnen dit natuurlijk helemaal niet configuren nu. Ja, het uiterlijk wel, maar niet dit. Omdat we natuurlijk geen gasten hebben. Dus dat is niet... Dat hoeft niet per se. Maar dan hebben we nu... Toch wel iets leuks gecreëerd, denk ik. Alleen... Ik mis toch wel iets. Dus ik ga denk ik eventjes... Dit doortrekken. Ik snap niet wat hier nou aan de hand is. Wat is dit? Hé? Ik haal dit net weg. Wat is dit nou? Juist. Dit trek ik door. Doe ik hetzelfde doe ik hier. En wat ik dan doe... Is ik plaats daar tussenin...
ga ik wat bomen plaatsen. En dat wordt gewoon... Oh ja, dat is echt totaal niet de bedoeling van wat ik wil. Volgens mij kan ik ook gewoon die bomen apart plaatsen met... Wat ben ik nou aan het doen? Ik wil deze. Met deze, juist. En dan wil ik echt hoge palmbomen hebben. En dat wil ik trouwens hier ook. Your park is closed. Hoe vaak gaan we dat toch zien, mensen? Ik denk nog wel een tijdje. Juist, dit is precies wat ik zocht. Deze die komt dan hier. Kijk, dit is precies wat ik zocht. Want dan zit je ook een beetje in de schaduw hier. En aan de andere kant krijgen we dan een iets lagere boom. Past die boom erbij? Nou ja, weet je... Eigenlijk niet, hè? Nou ja, jawel. Zie je dat? Het is wel tropisch. En hier zo krijgen we dan... deze. En dan wil ik eigenlijk een soort van... een soort van bush of zo hebben. Misschien dat we een struik kunnen vinden ergens. Misschien. Ergens. Volgens mij niet. We hebben geen struiken, joh. Nou ja, in ieder geval. Dan laten we dit zo doen. En dan doen we het pad. Doe ik weer hier. Zo. Juist. En dan gaan we eventjes kijken. Dan pak ik... wat... wat aarde. Hartstikke fijn. Dat krijgen we trouwens hier ook. En dat krijgen we hier ook. He, want we hebben hier net lopen bouwen. Het zit er allemaal net in. En dan denk ik dat we hier zo'n hele mooie bankjeslocatie hebben gevonden. Dus ik denk dat ik daar wat bankjes ga neerzetten. Dat kunnen we dan weer mooi hier zo doen. Kijk, en dit is natuurlijk wel een mooie gelegenheid om dat te doen. Kunnen mensen hier ook lekker zitten? Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Kijk. Dus dan heb ik niet de bankjes hier op het hoofdpad, maar dan heb ik het eigenlijk een soort van... ook wel een soort van erop gedaan, maar ook weer niet... Ja, ik vind het tof zo. Dan krijgen we hier naar de overkant. Dan ga ik dit even weghalen. Nee, dat wil ik niet. Ik wil niet het pad weghalen. Ik wil... Oh god, kan dat wel? Guests. Dan krijgen we weer een large amenity. En die amenity die komt dan... Ja, die wil ik toch wel precies met die andere gaan matchen. Komt dan daar zo. Juist. Kijk, en nu krijgen we echt een plaza, jongens. Dit wordt hartstikke mooi. Kom je het park in, hier kun je lekker shoppen. We kunnen ook naar de wc. Dat wil ik hier ook nog gaan bouwen. Dus laten we die winkels later doen. Maar dit is wel leuk om te doen, om het eventjes weer een eigen feeling te geven. Even kijken. Ook de Jurassic Park logo. Of logo... Stel wil ik, maar dan wel een andere entrance. Laten we dan dat doen. Dit mag zo blijven. Doe dat maar. Dat is nou, ik vond dat hout vond ik wel leuk. Dit. Laten we dat doen. Dat hebben we daar namelijk niet. Of wel? Nee, dat hebben we niet. Dan krijgen we large plants and trees. Even kijken. Dit vind ik te kalig. Dat vind ik ook... Oeh, dit vind ik ook leuk. Maar ik mis dan wel wat planten. Maar dat kunnen we natuurlijk ook gewoon zelf doen. Dus ik denk dat ik dit gewoon laat. En hier zo komt dan wat te eten. En doe maar wafels. Is prima. Laten we dat maar doen. Juist, ik vind dit hartstikke tof staan. Alleen, ja, wat ik zeg. Ik mis dan wel wat boompjes. Dus ik ga dat wel eventjes neerzetten. En dan wil ik wel wat hogere bomen, want het moet wel een beetje opvallen.
Laten we dat dan daar doen. Want ik wil niet die boom, zeg maar, te veel gebruiken. Want dan krijg je weer dat het te veel is. En dan... daar wordt het niet mooier van. Zo achterin kunnen nog wat boompjes. Ja, ik mis gewoon die struiken. Om het een beetje... Ja, we hebben dit, maar... Op zich, ja. Het kan wel, maar ja. Oh, kijk. Dit is ook leuk. Komt ook hier zo. Ja, dan wil ik toch wel. Ja, ga ik het toch doen. Ja, zie je dat? Dat dat toch een soort van... soort van feeling geeft. En dan wil ik aan de andere kant wil ik weer van die dingen neerzetten. Dus dan gaan we het aan de achter... of aan de overkant gaan we hetzelfde aanpakken. Dus dat stond... even kijken. Dat stond hier ergens. Of ben ik nou blind, hè? Wat zit daar weer dan voor iets? Is ook leuk trouwens, dit soort dingen. Wacht even, deze. Om neer te zetten. Ik snap nu alleen eventjes niet waar ik deze vandaan heb gehaald. Waar je kunt zitten, zeg maar. Waar heb ik dat vandaan gehaald? Jongens, waar stond dit? Waar stond dat precies? Environment? Nee, dat stond... Hé? Nou, dat moet hier staan, hoor. Oh, hier. Ik keek eroverheen. Dat heb ik wel vaker met spelletjes. Kijk, we kunnen kiezen om die te gebruiken, maar we kunnen er ook voor kiezen om deze te gebruiken. Dat kan ook. Dat is misschien wel leuk om, om te doen. Want hier zo moeten de mensen nog gaan zitten. Juist, die krijgen we hier zo. En dan pak ik die andere... Pak ik dan hier. En dat doe ik dan aan deze kant. Pak ik die ook. Die komen dan hier zo. En dan hebben we... Dat het een beetje realistisch eruit ziet. Juist. Niet alles is zeg maar... hè? Dat het parapluutje uitsteekt. Dus dan hebben we dit. En dan hebben we... Ja, ga ik dat dan doen of niet? Ook weer zo'n fontein aan die kant. Nou, ik ga wel iets doen, maar niet een fontein. Ik pak deze. Juist. Kijk, dan hebben we aan deze... Aan die andere kant hebben we ook iets, maar niet hetzelfde. Want dat wordt weer een beetje... Dat wordt weer te... Dus laten we dan dit doen. Ja, ik ben hier heel tevreden over tot nu toe. Alleen, ik zag nog iets wat misschien wel leuk is om, om neer te zetten. En dat zijn die signs, dit. Jurassic Tour, nou dat is niet echt iets om neer te zetten, want dat hebben we nog helemaal niet. Classic, even kijken. Dinosaur Earth. Kijk, dit is misschien wel tof om... Ja, waar zet je dat dan neer? Dan heb je dat weer. Dat is ook best wel lastig om, om neer te zetten, want... Ja, dat zou je dan op het midden van het pad neer kunnen zetten, dit. Dat zou wel kunnen. Ja, ik weet het niet. Dat is nog een beetje een twijfel iets. Ik weet niet of ik daar nou wel zo fan van ben. Maar in ieder geval, mensen... Ik denk dat het wel een heel erg mooi begin was van het begin van ons park. Dus misschien kan ik het even goed laten zien. Ik weet het zelf nog niet eens. We kunnen eventjes first person.
Dit is dus de ingang van ons park. Kan ik dit even uitdoen? Juist. En dan gaan we naar binnen toe. Dan komen we door. Juist, dan krijgen we dit. Dan lopen we hier zo en dan gaan we daar naartoe. En dan kom je hier zo bij de eerste winkeltjes. Misschien moeten we hier nog wat meer... misschien wat meer bebossing neerzetten. Misschien dat ik dat van daarachterin, dat ik dat hier naartoe haal. Ik weet het niet. Laat het even weten, hè, of je dat wil of niet. Of dat dat mooier is. Maar in ieder geval, hier hebben we onze eerste winkel. Dan hebben we hier zo'n mooie winkel. We kunnen overal lekker gaan zitten. We hebben onze backstage area. Dat gaat daar naartoe. Nou ja, daar gaat niemand heen, want het is gewoon puur voor ons personeel. En dan weet ik natuurlijk niet wat aflevering 2 gaat brengen. Ik denk nog wel wat meer van de plaza natuurlijk, want ik ben er nog niet mee klaar. En misschien dat we dan wel een begin kunnen gaan maken aan ons eerste dino-verblijf. En laat ook vooral eventjes in de reacties weten welke dat zou moeten gaan zijn. Want ik heb natuurlijk heel veel keuze. Ik heb alles unlocked, dus dat is super leuk. En dan kan ik zelfs DLC kopen en gewoon gelijk gebruiken. Dus laat dat vooral eventjes weten. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Maar ik ben tot nu toe ben ik er heel erg blij mee hoe dit is geworden. En dan, lieve mensen, ga ik hem ook op het plaza afsluiten voor vandaag. Nogmaals, laat eventjes in de reacties weten wat je wilt. Of misschien heb je ineens al heel veel ideeën gekregen en denk je van nee, je moet dit doen of je moet die dino doen of je moet dit als eerste doen. Laat dat vooral eventjes weten. En als je het leuk vond om te kijken, vergeet dan zeker niet eventjes te liken. En abonneer eventjes als je helemaal nieuw bent. Hartstikke gezellig. Vergeet niet op het belletje te klikken als je niks wil missen. En dan is me niks anders dan je natuurlijk bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je te zien in de volgende. Tot dan, doei!